Vanavond worden de clubkampioenschappen bij de Zwartewater Ratten gezwommen in het zwembad in Genemuiden. Er wordt niet alleen hard gezwommen, maar er is ook een speciaal tintje aan de avond gegeven. De Zwartewater Ratten verzamelen vanavond in aanloop naar de grote voedselbankactie van de regionale omroepen artikelen die op het boodschappenlijstje van de voedselbanken staan. En Esther Rikken heeft zich in een soort zwempak gehezen. Esther, hoe doen ze dat, het verzamelen? Je wordt onder water gelopen. Nou, heel enthousiast. Het moet natuurlijk iets met water te maken hebben bij die zwemratten, die zwarte waterratten hier. We hebben een vlot, we hebben een zwembad, hele enthousiaste kinderen en die zamelen in op dat vlot voor de voedselbank. Een kwartiertje geleden opende vol enthousiasme de voorzitter van de vereniging deze mooie actie hier in Genemuiden. Welkom bij de zwem- en reddingsbrigade Hasselt, bij de clubkampioenschappen. Ik hoop dat jullie straks allemaal veel plezier hebben met zwemmen. Wij vonden het leuk om iets te doen als vereniging voor de maatschappij, voor mensen die het slecht hebben en die moeilijke dingen kunnen kopen. Dus wij hopen dat zoveel mogelijk spullen zijn gebracht en we gaan straks beginnen met de actie. Ja, het gaat ontzettend snel hier. Nou, dat was leuk, of niet? Ja. Ja, wat heb jij allemaal gebracht voor de voedselbank? Noedels. En bruine bonen. En macaroni. En wat heb jij gebracht? Soep en beschuit. En wat vind jij van deze actie? Ik vind het wel goed dat dit gedaan wordt. Ja, want mensen hebben wel ook eten nodig, hè? Zeker in de maand december. Ja. En want toen je ervan hoorde, wat dacht je toen meteen? Ik ga iets kopen? Ja. Wat vond jij van de actie? Ik vond het wel leuk. Maar jullie zijn zo ongelooflijk snel klaar. Jullie zijn echt zwarte waterratten, hè? Ja. Wat heb jij gebracht? Beschuit en wc-papier. Oh, nou, allemaal hele goede dingen. Die staan allemaal op het boodschappenlijstje van de actie Samen voor de Voedselbank. Hier in Genemuiden zijn ze er heel vroeg bij. Want eigenlijk begint het inzamelen volgende week pas. Maar alles is prima. Als het materiaal, als de levensmiddelen maar binnenkomen. Nou, en dan ga ik zelf natuurlijk ook nog even een donatie doen, hè? Heel goed, Es. En ik hoop dat die kratten blijven staan. Want het wiebelt nogal, zie ik.